Oh, deze film is echt mega vet. Ja. Al mijn vrienden zitten bij elkaar en ik zit maar naast hem hier. Wat zei je, zo. Grap? Wat zei je? Praat ze van haar, grappie. Nou, ik heb een vraag. Waarom heb je de hele film met lampje al aanstaan? Zo kan ik toch niks zien van de film? Ja, man, doe eens je ogen open dan, oké? Dan kan je wat zien. Nee, ik kan zien alsnog niks, oké? Lampje ja, staat anders kan de hele ik mijn telefoon niet zien, oké? Anders kan ik mijn telly niet zien, man. Dat stond toch op het begin, schat, dat ik nu de telefoon weg moest leggen? Oh, ik word weer gebeld, Wat hoor ik nou weer? Yo, grappie. Man. Oh, niet alweer. Al de hele film alles is lauw, stil alles lauw. Ja, met mij gaat het ook Gucci, man. Hé, hey, hallo. Je weet dat je niet mag bellen in de bioscoop, hè? Ja, boeien, man. Ik doe toch gewoon wat ik zelf wil. Hang eens op, joh. Ik probeer die film te zien. Er staat toch dat je geen telefoon mag in de bioscoop? Oh, man. Er zit echt een loser naast mij in de bioscoop, man. Ik ben zelf een loser. Ga zo meteen de medewerker roepen. Oké, ja, doe dan. Ik ben echt niet bang voor jou, man. Oh, nee. Alle lampen zijn aan. Als je durft, als je durft. Oh, ik ben helemaal klaar met jou. Ik heb niks van die film kunnen zien, oké? En het was allemaal de meest beste engelenfilm die er was, oké, in Blokstad. En die heb ik helemaal gemist door jou. Oh, echt waar. Waarom nou, niet mijn probleem, maar niet mijn probleem. Loser? Jij bent hier degene die de loser is. Oh, jij zoekt echt ruzie, hè? Jij zoekt echt ruzie. Ja, wil je fit die dan of zo? Wil je fit die dan of zo? Ik wist niet dat je opzet. Houd dan die medewerker erbij, man. Ik roep de medewerker erbij, oké? Als je durft. Doe dan. Gewoon op de grond. Hallo, er staat iemand! Hallo. Ja, hallo meneer, ik moet u spreken. Er zit iemand de hele film op te bellen en op zijn telefoon. Kunt u even meekomen en me aanspreken, alsjeblieft? Oké, ik wijs hem wel eventjes aan. Het is deze hier zo, deze meneer hier. Ah ja, deze nu meneer. Komt er ook weer een medewerker naar wat mij toe, grappie. Wat doe jij nou weer, hè? Niet geloven. Wat doe jij nou weer, grappie, hè? Ja, ik ga jou aanspreken, want je veroorzaakt overlast hier in deze zaal. Inderdaad. Veroorzaak ik overlast? Ja. En jij dan niet met je kijken. Ze hebben de wat is het nou weer, hè? Echt wees jij. Met je Kleinhof, wat is het nou allemaal, man? We lopen hier mij nou te beledigen, man. Hè? Hé, anders ga ik je schenken, man. Kijk, hè? Ik zal die popcorn van je hoofd af, man. Nee, zei je... Moet ik de politie bellen of zo, hè? Misschien is het beter medewerker als je stopt. Hij heeft een mes vast. Oké, meneer, gaat u er maar vandoor? Ja, dan ga ik loesten, want de film is toch afgelopen, joh. Oké, doei. Hij gaat vandoor met zijn 3D-bril. Dat kan niet. Ik denk dat je Peter die 3D-bril gewoon hem kan laten houden. Dat denk ik dat beter is. Nou, ik wou zeggen... Het was vast een mooie film, maar ik heb niks meegekregen door die ene man. Ja, hij heeft de hele film alleen maar lopen bellen. Ik heb iets gehoord over lauw, grappie. En vrouwen, ik weet niet. Wat een apart figuur. Hij heeft echt met 15 vrouwen van hem gebeld of zo. Ik snap er helemaal niks van. Ja. Wat een aparte man. Nou, en ik de hele tijd zei hij, je bent de enigste met wie ik praat. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb Amber gehoord, Kim. Ik weet het allemaal niet. Jenna, nou ja, laten we maar doorgaan. Oké, deze kant op. Ik baal wel echt enorm groot. Het was echt een van de beste engelenfilms die er was in Blokstad, maar ik heb er niks van gezien, jullie wel. Wauw, ja, zeker. Ja. Echt een mega coole film. Super cool. Daarover gesproken, engelen hebben echt mega vette vleugels, vinden jullie niet? Klopt. Ja. Engel ziet er echt super cool uit. Maar die wonen toch en leven toch boven de wolken? Nee, engelen bestaan helemaal niet. Bestaan engelen niet in het echt? Jawel toch? Nee, die zijn allemaal bedacht. Nee. Bedacht? Ja. Echt wel. Engelen wonen boven de wolken. Die zijn wel echt. Die bestaan wel. Echt niet echt. Je moet er alleen in geloven ook. Ja, maar heb je er ooit eentje gezien? Nee, ik heb nog nooit een engel gezien. Precies. Maar ik weet zeker dat ze bestaan, oké? Zolang je er maar in gelooft. Nou ja, Tommy heeft me gebeld volgens mij. Dus Tommy staat buiten te wachten. Laat hem maar gaan. Oh, het is echt al mega donker buiten. Ja, jeetje. Oké, laten we deze kant maar opgaan. Hé, Tommy. Sorry dat het zo lang duurde. Hoi. Hey, jongens. We hadden een klein akkefietje daar in de bioscoop. Er was ruzie. Ja. Ruzie? Hele erg ruzie. Ja, je kan beter niet vragen of de film leuk was. Want dat was het voor mij Hoe was de film, jongens? Ja, echt heel leuk. Ja, super. Heel saai, Tommy. Heel saai. Nou, ik zat naast de rapper en die was de hele tijd aan het bellen met allemaal vrouwen en vrienden en met een lamp aan. Maar Tommy, ik vraag, geloof jij in engelen? Engelen? Nee, natuurlijk niet. Ja, heb je die nooit gezien? Dat is allemaal fictie. Ja, alleen op televisie. Maar nooit in het echt? Nee, nooit in het echt, nee. Ik bedoel, het kan toch best wel zijn dat je naar de wolken staart en dan een engel ziet? Nou, ik zie niks. Ik zie ook geen wolk. Wacht, zo niet. Heeft hij mij nou? Hallo, gele man. Jongens? Wacht, jij riep mij? Ja. Ik ga jou wat laten zien. Wacht, ben jij een engel? Ik ben een engel met mijn mooie vleugeltjes. Wat doe jij hier? Hoorde je me praten over engelen? Ja,
Dus ik dacht, ik laat jou mijn engelwereld zien met al mijn engelvriendjes. Kom maar met me mee. Wacht, je hebt engelvleugels. Ja. Dennis, tegen wie praat je? Zie je daar allemaal? Ja, je praat tegen de lucht. Inderdaad. Een waandeel. Ja, je praat tegen een paal of zo. Tegen de lucht. Paal of tegen de lucht. Nee, ik praat tegen deze engel hier. Engel. Ik zie hem niet. Weggevallen of zo. Er staat hier een engel voor mijn neus, jongens. Doe nou niet alsof ik het allemaal in je hoofd. Tommy staat voor je neus. Dat is geen engel, hoor. Engel? Kunnen ze jou niet zien omdat ze niet in jou geloven en ik wel? Dat klopt. Ze kunnen mij niet zien omdat ze mij niet geloven. Oké, Tommy, Zoe, Sam, Anna, jullie kunnen naar huis, oké? Maar ik kan mezelf wel. Alleen lopen? Ik red mezelf wel. Tommy, breng jij Zoe en zo naar huis? Ja, hoor, is goed. Oké, ik kreeg net een berichtje van mijn ouders dat ik langer mocht blijven. Dus gaan jullie maar, oké? Oké, doei jongens. Doei. Dat was gezellig. Kom jij dan met mij mee? Want ik wil je wat laten zien. Ja, dat is goed. Ik ga wel met jou mee. Waarom pak je me op? Waarom vliegen we? Hey, dat is niet de bedoeling, zo meneer. Oké, meneer, we zijn er bijna. Waar breng je maar naartoe? Dit is het skatepark in Blokstad. Ja, het is eventjes een stukje lopen nog. Alleen, wat wil je me laten zien dan, engel? Nou, ik wil je mijn engelenwereld laten zien en al mijn vriendjes die daar wonen. Maar je engelenwereld is toch op de wolken? Engelen komen toch van boven? Ja, dat klopt. Alleen je engelenvriendjes... Wacht eens even, wie is dat daar in de dat verte? Dat is een engel in opleiding. Een engel in dat... opleiding? Wacht eens even. Engel, kon jij een rondje voor me draaien? Waarom heeft die engel andere vleugels dan jij? Je hebt allemaal witte vleugels zoals een engel, maar dat lijkt op een elytra. Ja, klopt. Ja, die engel die zit nog in de opleiding, dus daarom heeft hij nog een elytra. Wacht, een engel in opleiding? Betekent dat iedereen gewoon een engel kan worden? Dat kan jij ook worden. Ik kan een engel worden! Ik weet het. Wat moet ik daar dan voor doen? Nou, dat laat ik je even zien. Hoe deed je dat nou? En wat is dit? Een portaal naar de engelenwereld. Portaal dus naar de hemel? Als je engel wil worden, moet jij door dat portaal gaan. Wow, maar dit is geen netherportal. Dit is inderdaad een wit met goud portaal. Ga maar. Maar wacht. Als ik een engel word, kan ik dan nog wel ooit terug naar mijn vrienden? Ja, dat kan. Dan ga ik meteen. Laten we gaan. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hallo. Jij nou weer? Ik ben ook een engel en welkom in de hemel. In de hemel? Ja. Wacht eens even, is dat boven in de wolken? Ja, dit is helemaal boven in de wolken. Maar waar is die andere engel? Ja, de andere engel die is er vandoor. Maar jij krijgt... waarom lijk jij op een Minecraft-kist? Ja, ik geef alleen de boodschappen door wat ik moet vertellen. Allee, wat doe ik hier in de hemel? Hij zei dat ik een engel zou worden hier. En ja, dat ik zeker ook net zulke mooie vleugels zou krijgen als jij. Dat klopt, maar je bent nog in opleiding. Ik ben nog in opleiding? Je krijgt nog een engelenfamilie toegewezen en daarmee word je opgeleid tot een echt engel. Kom maar tevoorschijn! Wow, jouw vleugels. Wie zijn dit? Is dit mijn nieuwe familie? Dit is jouw engelenfamilie. Stel jezelf maar even voor. Oké, wie is dit dan? Ik ben Tomadorus. Tomadorus? En jij bent? Wat ben jij? Ik ben het hoofd van deze familie, van de engelfamilie. Oftewel de vader? Inderdaad, de vader. En jij? En dit is mijn zoon. Ik ben Samuel. En wie ben jij dan? Ik ben Anila. Anila, en jij bent van de familie? Ik ben de vrouw van de familie. De vrouw? Oftewel de vrouw van Tomadorus? Oftewel de moeder. Ja. En jij? Wow. Angel. Je ziet er mega prachtig uit, Angel. Dank en jij wel. Bent zeker de dochter van Tomadorus? Ja, klopt. Alleen, engel? Betekent dat dit mijn familie gaat worden hier? Ja, dit is nu jouw nieuwe engelenfamilie. En hun gaan me trainen om een echte engel te laten worden? Ja, zeker weten. Wow, ik kon niet wachten. Tomadorus, krijg ik dan ook zo'n outfit zoals jullie en die mooie vleugels? Zeker te weten. En wat is dat trouwens op je hoofd? Oh, dit bedoel je. Dat is een halo. Een halo? En wat doet dat dan? Nou, de energie van deze halo, dat verzorgt ervoor dat wij kunnen vliegen. En dat jullie allemaal engelen dingen kunnen doen? Inderdaad. Ik ben echt benieuwd dat ik gewoon een engel kan worden. Hoi, mam. Hoi, Angel. Hoi, Samuel. En hoi, Tomadorus. Dag, hoor. Wat is mijn eerste opdracht als engel dan? Nou, volg ons maar. Oké. Wow. Wat is dit voor plek? Is dit de hemel? Inderdaad. Alleen, wat moet ik hier doen? Wacht eens even. Als ik hier naar beneden val, val ik dan door de wolken naar beneden? Inderdaad. Wij bevinden ons nu boven de wolken. Boven de wolken? En dus ook boven Blokstad? Zat het al die tijd al boven Blokstad? Gewoon in de wolken? Precies. Alleen, wat moet ik hier doen? Het lijkt op een soort parcoursje aan die ladders daar in de
de verte te zien. Wij moeten hier een parcours afleggen en we moeten gaan trainen dat we op de wolken blijven staan. Wacht, dat we over de wolken kunnen lopen? Dat we inderdaad over de wolken kunnen lopen, want we willen niet naar beneden vallen. Oké, dan gaan we dan. En hoppa! Wow, wat ik één ding is zeker, ik wil echt niet naar beneden vallen. Wat gebeurt er eigenlijk als je naar beneden valt? Nou, dan val je weer naar Blokstad toe. Ik kon toch niet vliegen tot nu toe, dus dan krijg ik heel erg veel pijn, denk ik. Overleef ik dat wel? Nou, dat is te betwijfelen. Maar omdat je ons bij ons hebt, heb je wel meer kans. Oh, oké. Dit is wel heel erg ver. 3, 2, 1, daar gaan we! Oh, pas op hoor, pas op. Wow, wacht. Moet je nog opletten, oké? Okay? Ja, inderdaad, dat scheelde niks. Je hebt mijn leven gered, Dommedores. Ik ben inderdaad. Voor altijd dankbaar. Ja, dat doen wij als engelen. Ik was misschien niet zenuwachtig, oké? Okay? Ik beloof dat ik het wel kan halen. En daarop. Oké, okay, kom op, Dennis. Precies, zo moet het. Bewijs dat je een echte engel kan zijn. Je kan wel beter dan dit parcours. Dit stelt niks voor. Oké, okay, tot nu toe doe ik het goed. Je doet het super, jongen. Okay, daarop. Oh, oké. Okay. En daarop. Oh, oké, okay, perfect. Kom op, Dennis. Kom op, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh, oh. Ik ben er. Goed zo, jongen. Goed zo. Wat zie ik daar in de verte? Is dat nou een vark in de hemel? Wat een varkens hier? Dit is toch boven de wolken? Ja, maar die ja, kunnen nou, hier ook varkens kunnen zelf ook engelen zijn. Varkens kunnen engelen zijn? Inderdaad. Wacht eens even. Ben jij een engel? Ja. Wat doe jij hier? Wacht, je kan je veranderen in een varken? Ja. Kan je even hier komen? Ik kan je niet zo goed verstaan. Alleen, ik wil jullie waarschuwen voor iemand, want er is iemand die heel gevaarlijk is hier. Je wilt ons waarschuwen? Wie dan? Ja, een of andere god. Maar een god is toch niet gevaarlijk? Deze wel, deze heeft allemaal bliksem. Nou, maar... ik ga er weer vandoor. Succes! Doei, doei. Nou, wat doen we hier bij deze kist? Ja, kijk maar wat erin zit. Moet ik eentje pakken? Ja, okay, zeker. Wow. Alleen, dit zijn niet de engelenvleugels die jullie hebben. Nee, dat is waar. Die krijg je later. Oké, maar wacht. Ik zie daar een pijl. Moet ik daar naartoe vliegen? Ja, zeker. Volg mij. Ja, zeker. Angel, je ziet er echt beeldschoon uit. Dankjewel. Dat hoor ik wel vaker. Oké, ik kan het wel. Ik heb al vaker met een Elytra gevlogen, oké? 3, 2, 1. En daar gaan we! Wow! Wow, dat was mega vet om te doen. Alleen, kan ik uiteindelijk ook zulke vleugels krijgen wat jullie hebben? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus hier stopt die Elytra in de kist. Je bent nog geen engel, helaas. Maar uiteindelijk ga ik wel een engel worden. En dan krijg ik net zo'n outfit zoals jullie. Ja, precies. Ren snel naar de poort. Snel, snel, snel. Wat is dit voor opdracht, Dommedores? Nou, soms, jongen, in je leven kom je op het slechte pad terecht. Dat en dan moet je vermijden. Dat gaat vermijden? Ja. Dus dat je eigenlijk alleen maar positief bent in je leven. Wow. Inderdaad. En dan moet je hier gaan oefenen, om dat te vermijden. Ik zie in de kamer ook nog een kist. Moet ik daar ook nog heen? Ja, zeker. Oké, zie ik jullie bij de poort? Ja, zeker. Laten we gaan hier naar beneden. Oh, wow! Oh nee! Rennen! Dit kan je oké, snel, heel snel naar de kist en dan naar de poort. Oké, wat zit er in de kist? Wat zit er in de kist? En Emel. Oh nee, rennen! Die kant op. Er zitten allemaal zombies hier, allemaal monsters. Is dat wat ze bedoelen met het slechte pad? Oké, deze kant op. En de hendel daarop en overhalen. Oh nee. Wegwijzen, zombies! Schakels uit! Oh, dat scheelde niks. Ja, was dat het zozeer nodig? Ja, zeker. Oh, ik had het bijna niet overleefd. Ik heb nog maar 2 hartjes over. En wij kunnen je genezen, hoor. Ja, zeker. Wat zijn dat? Oké, genees me dan maar, want ik wil wel meer dan 2 hartjes hebben, alsjeblieft. En hoppa. Wow, ik ben weer helemaal volle levens. Alleen, waar is het beland? En... Hallo, jij moet hier de knop vinden. Ik moet hier de knop vinden, maar wat heeft dat met engelen te maken? Nou, daardoor ga je verder door de wolk en heb je de opleiding afgerond natuurlijk. Dan heb ik de opleiding afgerond, de hele opleiding? Nou, nog niet de hele hoor, maar je bent dan wel bij het volgende level. Angel, kan ik jou spreken onderweg? Knop met engelen te maken, weet jij dat? Ja, zeker. Als engel moet je de sleutel tot alles weten. Dus als je hem vindt, dan kan je dat. Wow, dat is eigenlijk best wel logisch. Wil je mij helpen zoeken? Ja, tuurlijk. Oké, ik denk dat hij dan hier ergens moet zijn. We moeten een beetje logisch nadenken. Of nou ja, ik, want ik moet hem zoeken. Precies. Ik kan je niet helpen hiermee. Wel een soort parcoursje. Heeft dat er misschien mee te maken? Ik bedoel, ik kan hier bovenop klimmen. Alleen ik heb geen idee waar ik dan heen moet. Wacht. Dus even, ik zie een verhouding volgens mij. Er zit hier nog een parcoursje. Heel en daarop, en hier weer. Wow, is dit de knop die ik moest vinden, Angel? Ik zou zeggen, klik er maar op. Oké, daar gaan we. En wow, waar ben ik nu weer beland? Wat is dit voor mega diepe kuil hier? Hallo. Hallo? Ik heb het gehaald, denk ik. Ik heb de knop gevonden. Hebt... Alleen, wat is de bedoeling hier?
hier precies? Ja, je moet hier naar beneden springen. En waarom is dat? Wat heeft dat met engelen te maken? Ja, je moet wel kunnen leren landen natuurlijk. Ook als je heeft vleugels kapot gaan natuurlijk. Heeft dat te maken met dat je dan door de wolken vliegt? Dat je dat ervaart als je door de wolken gaat? Ja, ik kan het anders wel even voordoen voor jou hoor. Oké, doe maar voor dan. Oké, daar gaan we. Angel, was dat hoe het moest? Niet helemaal, nee. Je moet eigenlijk daar bedoeling. In het water landen. Water. Moet je daar landen? Ja, anders dan komt het niet goed hoor. Dat is precies waar je moet landen. Oké, dat kan ik, Dennis, dat kan ja, ik. Ja, zeker. Twee landen. Wow, daar gaan we! Wow! Jongens? Nou, wow. Wat is dat? Zijn dat allemaal standbeelden van engelen? Het ziet er mega vet uit. Hallo? Wie ben jij nou weer? Konijntje! Je bent een konijntje? Wow! Jullie hebben hier echt rare engelen, konijnen, ja, we hebben hier van alles. Ja, dat klopt. We hebben hier echt van alles. Oké, maar wat is de bedoeling hier? Dat lijkt op een elytra-parcours wat ik moet afleggen. Ja, dat is het ook. Wanneer word ik nou daadwerkelijk een engel? Met het outfitje, de vleugels. Ik heb nog helemaal niks. Ik ben nog normaal. Nou, je moet zo meteen naar de grot toe. Dan word je wel een engel. Dus als ik dit haal, word ik echt een engel? Ja. Oké, ik moet een elytra pakken en vuurwerk, denk ik. En gewoon dit parcours gaan doen, neem ik aan. Ja, zeker weten. Vliegen jullie dan met me mee? Wij vliegen met je mee. Oké, daar gaan we. Nee, dat ging niet goed. Oké, daar doorheen. En wow. Ik denk dat ik gewoon wat rondjes moet maken. Mag dat dan, Adonis? Mag je ja, gewoon dat mag zoveel zeker, rondjes hoor. Maken als dat je wil? Ja, des te beter. Dan leer je. Wow, dit is mega vet. En daar doorheen. Wow. Kijk hoe mooi dit ook is hier zo. Door de laatste twee, de allerlaatste twee. Oh, ik ben er. En er staat hier, leg je vuurwerk weer in de kist. Oké, dat heb ik gedaan. Maar betekende dat ik dan nu ook engelenvleugels krijg, net zoals jullie? Ja, jij krijgt zeker de engelenvleugels. Hier. Hoe bedoel je hier? Je hebt me niks gegeven. Wel, kijk maar. Wacht, je hebt ze op mijn rug gezet. Wow. Ja. Ik heb engelenvleugels. Het ziet er mega vet uit. Alleen, wat is de bedoeling hier? Nou, hier moet jij nog een elytra parcours halen. Dan krijg je het hele pakje. Dus dan word ik officieel een engel? Is dit een van de laatste testen die ik moet doen? Ja. Bij de engelenfamilie te horen? Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb wel een beetje hoogtevrees, maar ik kan dit. 3, 2, 1. Oh, daar gaan we. Oké, de eerste gaan we ontwijken. We gaan door deze en door deze. Au. Oké, volgens mij vindt niemand het erg dat ik hier gewoon tussendoor land. Oh nee. Au, nee, ik ga hem niet halen. Help! En wat? Zo, ik zet je hier even neer, knul. Heb je me gered? Ja, inderdaad, je was bijna in de lava gevallen. Ja, dat ging maar net goed. Wow, dat scheelt echt niks. Op een randje. Dat scheelt echt niks. Je hebt mijn leven gered. Alleen, geen probleem, jongen. Maakt het uit dat ik het niet heb gehaald? Nee, dat maakt niet uit. Je bent er toch om te oefenen? Dat is waar. Maar krijg ik dan wel een engelenoutfit net zoals jullie? Of krijg ik dat pas na dit lab? Wow. Wat is dit? Ja, dit is de ultieme engelentest. Is dit de test die ik nog moet afleggen om een engel te worden? Ja, dan moet jij de god verslaan. De god verslaan? Ja. Domme Doris, zei die dat nou goed? Ja, zeker. Ik moet de god verslaan? Jij moet de god verslaan. Oké, maar na deze krijg ik dus mijn engelenoutfit. Inderdaad. Oké, wat is de bedoeling hier om Tomadaris? Tomadoris is het trouwens. Maar je moet schieten op deze targets die je hier ziet, op deze doelwitten. Ik moet op de doelwitten schieten met een pijl en boog. Dat is denk ik niet zo moeilijk, dat kon ik wel. Ik ben mega goed in schieten. Kijk, oké, dat was net iets mis. Hier. Oké, dat was ook mis. Ja, mega goed inderdaad. Dat is raar. Oh, kijk eens aan, dat is raar. Oké, ik moet een beetje inkomen, oké, maar het komt wel goed. Zo, in één keer raak daarop. Oké, kijk, die is ook raak. Kom op, Dennis, je kan dit. Stel de engelen niet teleur. En daar. Oké, die was ook raak. En die. Ook in één keer raak. Zie je wel? Ik moest even inkomen, oké? Ja, je wordt beter inderdaad. En hopsakee. Oké, die was ook in één keer raak. Deze is ook een makkie. Hoppa. Oké, die was mis. Hoppa, die is ook raak. En de allerlaatste. Oh, kom op. In één keer. En raak. Wow, ik heb een hendel gekregen. Waarvoor heb ik die nodig? Ik zou zeggen, kijk die kant op. Moet ik daarmee de deur openen? Ja, met inderdaad. Wat anders. Ja. Nou, ik ga er nu vandoor. Ik ben heel trots op je zoon. Je gaat er vandoor? Oké. Ja. Waar ga je heen dan?
Hallo? Waar is ze heen? Er was nog dingen te doen. Zo dingen te doen? Oh, precies. Okay. Maar ze wil er niet bij zijn dat ik een engel word? Nou, jawel, dat ziet ze wel, maar, hoor. Oké, okay, nou ja, ik ga dan maar, oké? Okay? Ik ben er klaar voor. Oh, maar voordat je gaat, jongen, voordat je gaat... Ja, dit is heel belangrijk. Neem deze items. Wat is dit? Moet ik daarmee kan je een pakje maken. Het is een engelenpak net als ons. Oké, okay, ik ben al zo terug, oké? Okay? Kleed me hier al, niet snikken, draai je om, oké? Oké. Dan gaan we... Wow, is het gelukt? Ben ik een engel geworden? Wow. Ja, dit staat je heel goed, hoor. Ja, dit is perfect. Ik ben een engel geworden. Dit ziet er mega vet uit. Maar betekent het dat ik dan ook super sterk ben en dat soort dingen? Je bent mega sterk vanaf nu. En dat ik bij de engelenfamilie hoor? En je hoort bij ons. Alleen je moet je nog één ding doen. En dat is God verslaan. Ik moet de God verslaan? De God van de bliksem. De God van de bliksem? Ah, maar dat lukt je wel. Kom op. Oké, maar waarom staan jullie zo ver naar achter? Jullie zijn toch niet bang voor hem? Nee, maar ga jij maar lekker alleen door die deur. Jullie gaan niet mee naar binnen? Nee, joh. Het is jouw taak, hè? Wacht hier, man. Wij wachten hier inderdaad op je. Oké, tot zo. Oké, dan gaan we. Wie durft hier mij te verstoren? Wow! Wat is uw naam? Ik ben Edwardius. God van de bliksem, denk ik. Ja. Wow. En ik moet u verslaan? Ja, jij moet mij verslaan. Wat zijn die kisten achter u? Nou kom je pas achter zodra je mij hebt verslagen. Anders niet. Oké. Ik kom niet terug, de deur zit dicht. Oké, ik ben er klaar voor in 3, 2, 1. Kom hier, ja, dat zal je leren. Wat? Heb ik hem nou in één slag verslagen? Angel? Ja? Domme Doris? Ja? Ik heb hem, jullie kunnen de deur openen. Is het gelukt? Nee, is het gelukt? Kunnen we naar binnen? Wow. Jullie kunnen naar binnen. Ik heb hem maar één keer aangeraakt met mijn vuist. Oké, dan. Dat is mega goed van je. Alleen, wat zijn die kisten hier? Kan ik die openen? Open ze maar. Aan jou. Oké, wat is dit? Dennis Elytra? En wat is dit? Dennis Halo? Wow. Ze glimmen helemaal. Betekent dat ik nu officieel een engel ben? Ja, zeker. Ja, officieel een engel. Goed gedaan. Met een glimmende halo. En dat betekent dat ik mega veel krachten heb. Dus ik hoor officieel bij de engelenfamilie nu. Ja, klopt. Zo is het. Wow, ik kan niet wachten om dit te laten zien aan mijn vrienden. Ik ga meteen. Als je meer avonturen wilt zien van ons.